Best voor soil: compost, praktische informatie. Hallo, mijn naam is Alfred Grant. Deze Best for Soil video gaat over de algemene definitie van compost en geeft uitleg over de soorten compost. U kunt ook zien wat de voordelen zijn van compost en ook welke uitdagingen u kunt tegenkomen bij het gebruik ervan. Aan het einde van de video vindt u meer informatie over deze onderwerpen. Overweeg om ook de andere Best for Soil video's over compost en andere bodemgezondheid gerelateerde onderwerpen te bekijken. Gecomposteerde organische stof, of COM, Composted Organic Matter, is een product dat het resultaat is van microbiële ontbinding van organische stof, OS, onder aerobe omstandigheden. Afhankelijk van de composteringsmethode, de grootte, de intensiteit van de bewerking en het toegevoerde materiaal, kan een groot aantal verschillende composten met verschillende kwaliteiten worden geproduceerd. Thermofiele compost, ook wel warm rottende compost genoemd, is de meest voorkomende soort compost. Het kan op verschillende schalen worden geproduceerd: van kleine stapels met handmatig draaien, tot door een trekken aangedreven of zelfs zelfrijdende industriële schaalcompostering. Thermofiele compost bereikt gedurende meerdere dagen een temperatuur van 60 tot 65 graden in de hoop. Deze temperaturen garanderen het doden of deactiveren van onkruidzaden en ziekteverwekkers in de compost. Fermicompostering is het meest natuurlijke composteringsproces. Het gaat om regenwormen zoals Eisenia fetida. Het is belangrijk om bij dit proces de 35 graden Celsius niet te overschrijden, anders kunnen de regenwormen gedood worden. Fermicompost heeft de grootste diversiteit aan microben en wordt beschouwd als effectief in het onderdrukken van sommige ziekteverwekkers. Maar het doodt of deactiveert geen onkruidzaden. Daarom wordt bij de productie op grote schaal een combinatie van thermofiele compostering en vermicompostering aanbevolen. Andere composteringsmethoden, zoals veldcompostering of compostering op een hoop, worden ook in de praktijk toegepast. Composteren gebeurt per definitie altijd onder invloed van zuurstof. Dus methoden die gebruik maken van anaerobe omstandigheden, vallen niet onder compostering, maar onder fermentatiemethode. Door intensief ploegen. En andere bodembewerkingen is het organische stofgehalte van onze bodems in de afgelopen eeuw drastisch gedaald. Het gebruik van compost kan het organische stofgehalte in de bodem aanzienlijk verhogen. Verminderde organische stof in de bodem, frequente bodembewerking, pesticiden en het gebruik van minerale meststoffen hebben geleid tot een toenemende mate van slechte microbiële diversiteit. Compost is niet alleen een bron van microbiële diversiteit, maar ook een voedsel- en vestigingsplaats voor bodemmicroben. De langdurige en voortdurende toepassing van chemische voedingsstoffen, zoals stikstof, fosfor en kalium, hebben geleid tot een gebrek aan vruchtbaarheid. Compost bevat niet enkel alleen belangrijke voedingsstoffen. Maar ook sporenelementen en bodemleven die in staat zijn om vaste voedingsstoffen uit de bodem te mobiliseren en beschikbaar te stellen aan het gewas. Biodiversiteit is de belangrijkste troef van de natuur in de strijd tegen de dominatie van bepaalde soorten. Als boer en producent kunt u gebruik maken van compost om de biodiversiteit in uw bodem terug te brengen en zo bodemziekte te onderdrukken. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de productie en toepassing van compost? Compost of zelfs de middelen om compost te maken zijn niet altijd beschikbaar. Dit probleem geldt ook voor de technologie voor de productie en verspreiding van compost. Afhankelijk van het gebied moeten verschillende regels voor de productie en het gebruik van compost worden nageleefd. Ook bestaat het risico dat verontreinigingen zoals afval of zware metalen met compost in de bodem wordt gebracht. Wilt u meer informatie over compost? Kijk dan eens op de Best for Soil website waar u meer informatie kunt vinden.